Je hebt als vier partijen heb je een coalitie. En je bent het natuurlijk diep met elkaar eens. Want er zit een partij meer in het centrum of meer in het links. En meer in het centrum of meer rechts. En je hebt ook allemaal een soort van principes. En dat weet je van tevoren, toch? Dus hoe kan dit dan, u heeft er ervaring in, hoe kan dit dan zo op een clash uitlopen? Nou ja, als het dan om principes gaat en laten we ervan uitgaan dat het zo is, en dat hebben we ook met name minister Schouten en de mevrouw Bikker, de fractievoorzitter van de ChristenUnie, inderdaad horen zeggen. Dan moeten die op een bepaald moment getoetst worden voor jezelf ook. Dat is niet alleen in de politiek, dat is ook in het persoonlijk leven. En ja, op een bepaald moment moet die toets plaatsvinden. En dat was deze week met de voorstellen die op tafel lagen. En ik ben het niet eens met analyses die zeggen het was helemaal rond met de ministersploeg die over migratie sprak. En toen kwam Rutte en die gooide roet in het eten. Nee, als het helemaal rond was geweest, dan was het natuurlijk niet nodig geweest om met Rutte en de drie vicepremiers te gaan praten. Het moest worden opgeschaald, het overleg, zoals dat heet, naar het niveau van de premier en de vicepremiers, omdat het niet rond was en omdat ze er daar niet uitkwamen. Dus die analyse die klopt eerlijk gezegd niet echt. Maar meneer Wijsglas, zou het kunnen zijn dat ze er zo goed als uit waren en dat toen Mark Rutte binnenkwam en zei, ja, maar ik heb heel veel belofte gaan aan mijn achterban. Ik moet nog iets meer binnenhalen en ik moet dat ook voor het oog van de camera laten zien dat ik dat doe. Dat zou toch wel kunnen? Dat zijn weer veronderstellingen waar ik niet in meega. Maar de heer minister Rutte, de minister-president Rutte, heeft natuurlijk in dat hele traject van overleg contact gehad met de minister van Justitie en met staatssecretaris Van den Burg, die in dat overleg zaten. Die hebben natuurlijk niet zonder terug te koppelen naar Rutte gewerkt. Dus nee, ik vind, en dat is geen kritiek of verwijt aan u natuurlijk, maar ik vind dat er iets te veel allerlei veronderstellingen nu over tafel gaan die veel ingewikkelder zijn dan de waarheid, denk ik. Nou. Wat wel de waarheid natuurlijk is dat Rutte, en dat heb ik woensdag bij Bas van der Werven ook gezegd, dat Rutte, de minister-president en de leider van de VVD, eigenlijk voor het eerst in zijn 13 jaar de hete adem in zijn nek had van zijn eigen partij, van mijn partij, de VVD. Tot nu toe was het altijd zo dat Rutte op een VVD-congres of in de VVD-bijeenkomst en ook in de VVD-fractie, eerlijk gezegd, op de hem bekende manier overal mee wegkwam. Er was nooit echt een probleem, als ik u zo hoor, meneer Wijsglas. Misschien mag ik dat even voorleggen aan Jurjen van den Berg, die hier in de studio is? Ja, ik heb eigenlijk een vraag aan u, meneer Wijsglas. Wat mij opvalt, en ik weet dat dit speculeren is, dus dat mag u gerust zeggen, maar wat mij opvalt is dat Mark Rutte hier zelf de spotlight gezocht heeft, terwijl hij de gewoonte heeft om het aan vakbewindspersonen te laten. Hoe leest u dat? Dat vind ik best een moeilijk moment, Zeker in deze tijd. Nou, absoluut. Horen we. Ik denk wel dat het belangrijk is om te zeggen wat er ook gebeurt. Ik wil niet op de kaak vooruit lopen. Maar er is een oorlog gaande. Er is altijd gewoon een kabinet. En daar gaan we gewoon mee door. Ja, maar dat is precies wat ik wil zeggen. Hè. Dus politiek is politiek. Maar de dingen die moeten gebeuren, die gebeuren ook. Want hoe gaat dat nu verder op uw portefeuille in tijden van oorlog? Ja, ik wil niet op de zaken vooruit lopen. Ik ga eerst even naar binnen. Maar ik wil wel zeggen, er is inderdaad een oorlog gaande in Oekraïne. En daarvoor zal gewoon gedaan moeten worden wat nodig is. Uw partijgenoot Velbrief, die zei, het is een treurige dag vandaag. Ja, ik vind dat vind ik ook. En waar zit het dan in? Nou, ik wil eigenlijk eerst die ministerraad even afwachten. Maar feit is wel, we hebben lang gesproken, inhoudelijk gesproken, geprobeerd tot een uitkomst te komen. En we komen nu vanavond hier bijeen, omdat het niet gelukt is. Waren de maatregelen die er lagen voor D66 wel acceptabel? Ik ga eerst even naar binnen, voordat ik op de inhoud ga reageren, als u het goed vindt. Oké, inhoudelijk gaat ze niks meer zeggen, mevrouw Ollongren. Meneer Wijsglas, u kreeg net de vraag van Jurjen van den Berg. Kan u daar nog op antwoorden? Ik ben hem even kwijt, de vraag, doordat ik ook naar mevrouw Ollongren luister. Gelijk heeft u, ik ook meteen. Nee, maar mijn vraag, meneer Wijsglas, was dat het opvallend is dat Mark Rutte nu zo het initiatief genomen heeft, terwijl hij normaal gesproken vakbewindspersoon een rol laat spelen. Hoe leest u dat? Nou ja, dat wil ik tweeledig proberen te beantwoorden. Natuurlijk, de vakministers die doen het werk. Zo is de taakverdeling ook in het bestuurlijk systeem in Den Haag. Maar als iets hoog oploopt
en men er niet uitkomt op een zo belangrijk onderwerp, ja, dan wordt het, zoals dat in het Duits heet, chefszache. En dan komt Rutte, en niet alleen Rutte, maar ook de drie vicepremiers, Kaag, Hoekstra en Schouten, hebben we gezien de afgelopen dagen, die komen erbij om het op te lossen. En daarom, wat ik al zei, geloof ik er niet in dat het al helemaal rond, of bijna helemaal rond was, in dat overleg van vakministers. Het was nodig om op te schalen. En het tweede punt is, naar aanleiding van uw vraag, ja, inderdaad, Rutte, dat is door zijn partij achter de broek gezeten deze keer. En dat was nieuw, dat zei ik. Vroeger kon hij met een glimlach van, hey, hallo, leuk dat je zie, overal mee wegkomen in de VVD. En dat is niet meer zo. Hij probeerde bij het laatste congres nog steeds, meneer Wijsklas, maar het is niet meer gelukt. Mag ik u hartelijk danken, voorzitter van de Tweede Kamer was u ooit, en jarenlang buitenlandwoordvoerder ook van de VVD. Hartelijk dank. Okay. Fijne avond ook. Avond. En snel door naar Atje Kuiken, fractievoorzitter van de PvdA. In een land zonder regering ineens, mevrouw Kuiken. Wat is uw reactie ineens? Nou, het is treurig dat het zo moest lopen, maar het is heel duidelijk dat Mark Rutte is uitgeregeerd. Als je alleen maar bezig bent met je eigen belang, is dat het meest ernstige vorm van cynische politiek die ik in tijden heb gezien. Ja. Dus wat dat betreft is het maar goed dat u nu opstapt en dat hij klaar is en dat het kabinet is gevallen en wij zijn klaar voor de verkiezingen, wilde ik maar zeggen. Ja, gisteren zouden we een podcast met u opnemen, Studio Den Haag, en toen kwam er een communicatiemedewerker van u langs, die zei, sorry, het lijkt dat het misgaat met de regering, we moeten ons voorbereiden op andere zaken. Wat bent u gaan doen toen? Ja, wij zijn eigenlijk al twee campagneoverleggen verder, straks onderweg naar de derde. Want wij zeiden, ja, wij vinden al langer dat het kabinet klaar is, omdat zoveel zaken blijven liggen, crisis op crisis. Ze zijn nu 2,5 jaar eigenlijk alleen maar aan het bakkeleien geweest. En ik denk dat Nederland snakt naar een kabinet dat dingen oplost, dat ervoor zorgt dat huizen betaalbaar zijn, dat de rekening weer van de boodschappen betaald kan worden, dat het tijd is voor een sociaal en groen Nederland. Ja. En wij willen graag daar het alternatief voor bieden. En wij zijn klaar wat dat betreft. Klaar voor snelle verkiezingen, klaar voor de campagne. Het klinkt alsof u denkt dat Mark Rutte de verkiezingen niet gaat winnen. Dat zijn de ervaringen uit het verleden niet, hè? Nee, maar hij is nu echt uitgeregeerd. Hij heeft nu echt zijn eigen belang boven het landsblad gezet. Dat ziet ook iedereen, want het is een verzonnen crisis. En als je niet meer in staat zou iedereen dat echt doorhebben in Nederland? De meeste mensen die denken toch gewoon, oh, er komt hier een verkiezingsbouillet. Nou, laat ik dan maar VVD stemmen. Nee, ik denk dat iedereen die ballon wel doorprikt. Ja. Ik weet dat Mark Rutte zijn trucendoos ongelooflijk groot is. Maar mensen zijn niet dom. Bovendien werden de mensen Rutte meer dan zat naar Groningen toeslagen. Landbouwakkoorden die niet tot stand kwamen. Een land wat op slot staat. Dus ik denk dat ze nu deze laatste wanhoopspoging wel doorzien. En dat het echt tijd is voor ademruimte. Dat het echt tijd is voor een positief en een ander geluid. En ik vind strijdbaar, en dat ben ik ook, want ik snap ook naar dat andere Nederland. Wij zijn er klaar voor. Gaat u dat samen met GroenLinks doen, of wordt u in de Tweede Kamer toch, in tegenstelling tot de Eerste Kamer, twee fracties? Wij gaan dat in ieder geval samen doen. In welke vorm gaan we nu heel snel beslissen. We gaan naar een ledenreferendum, maar dat wij onze krachten bundelen, juist in een tijd waarin politieke partijen elkaar naar het leven staan. Ja, maar krachten bundelen, betekent dat één fractie, of betekent dat twee fracties die samen optrekken? Dat zou kunnen, maar het belangrijkste is dat we nu heel snel naar onze leden gaan met een ledenreferendum en dan precies daar een uitspraak over vragen, maar dat we die krachten bundelen tegen het cynisme in. Bundelen krachten, krachten bundelen bedoel ik, en tegen de versplintering in, dat is helder. En u hoort snel meer, maar u hoort ook aan mij. Wij zijn er klaar voor. Tijd voor verkiezingen, tijd voor een ander land. Atje Kuiken, hartelijk dank. Jij van den Berg in de studio hier. Wat denk je? Wordt er dat één fractie of worden dat twee fracties? Nou, kijk, ik zei het net. Ze zijn erdoor overvallen en ze zijn al lang... Ze wisten echt al heel lang dat het aankomen... het moment zou komen dat ze overvallen zou worden. Ja, dat klopt. Dus ze zijn er al lang mee bezig geweest. Ja, binnen de achterbannen is het best een ingewikkeld punt. Ik denk dat we een point of no return over zijn. Kijk, zoals Atje Kuiken het net formuleert. Dat ze zegt van, het is tijd voor een groene en een sociale toekomst. Dat zijn de twee inborsten van die partijen. Het hele speelveld wordt nu weer heel erg anders. En wat ik interessant vind aan haar analyse is dat die op de inhoud zit. En daarmee staat ze wel onmiddellijk tegenover wat het voorlopig het beeld is van deze crisis. Het lijkt erop dat Mark Rutte kiest voor de beeldvorming.
Iemand dook net in mijn DM met de boodschap: je moet eens naar die quote van Winston Churchill kijken. Het verschil tussen een politicus en een staatsman is dat een politicus altijd bezig is met de volgende verkiezingen en een staatsman met de volgende generatie. En het lijkt wel een beetje alsof hier de politicus Rutte aan het winnen is. Oké, snel nog even naar Den Haag. Leendert Beekman, zie jij mensen die bezig zijn met de volgende verkiezingen of de volgende generatie om je heen? Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Nou, ik denk dat het maar heel makkelijk is. Het zijn allemaal mensen die met de verkiezingen bezig zijn. Ja, ik zie nu vooral mensen die bezig zijn met de volgende verkiezingen. Ja, en ik denk wel dat ze bij het CDA een grote fout hebben gemaakt. Of in ieder geval dat ze daar op het achterhoofd krabben. Ja, want CDA... we hadden het net al even over principes. En de VVD en ChristenUnie zijn nu principieel gebleven en het kabinet is gevallen. Het CDA had erg veel moeite met het hele stikstofbeleid en wilde dat later nog een keertje gaan bespreken. En ze zullen zich nu afvragen, nu het kabinet gevallen is, hadden wij dat niet moeten doen op stikstof? Hadden wij niet moeten laten zien dat we ook dat onze principes ons heilig waren en het op stikstof hadden laten vallen? Dus ja, misschien dat ze bij het CDA nu denken, we hebben dit verkeerd aangepakt. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekenstein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.